Goedenavond allemaal. We gaan nog even praten en laten zien wat ik ondertussen af heb. En ik zal het misschien voor het licht een beetje schuin houden. Dus dat is die eerste vogel die ik al gemaakt heb. En natuurlijk ben ik nu bezig aan die mooie dame. Maar ja, je moet daar toch eens af en toe mee ophouden en eens iets anders doen. We kennen allemaal kleuren voor volwassenen. Maar deze is nu echt speciaal. Ik vind het heel speciaal. Maar nu de prijs... Het etiketje ligt hier. 94 cent. 94 cent maar. Maar zeg, die action, dat is ongelooflijk. Dat zijn dus allemaal bloemen. Rozen enzovoort. Die u allemaal dus kunt inkleuren. Naar uw eigen inzicht. En het is nu nog niet zo een dun boekje, zoals je kunt zien. Want ik laat u maar een flip doorzien. Dus dat is wat betreft de bloemen. En met welk materiaal werk ik? Ik werk met Druent Intens. Nog eens omdraaien. Intens, ja, ik zeg het toch juist. En dat zijn 72 kleuren. En voor degenen die dat nog niet hebben gezien. Dus u kleurt eerst uw bloem in. En dan gaat u er met het penseel. En dat is het smalste dat ik heb. Want ik heb hierachter nog twee en dat is een large en een medium. Maar voor deze delicate bloemen is een smal het beste. En ja, iedereen zal nu wel een waterpistool kennen. Je vult dat met water. Er staat hierbij met een pijltje hoe je het moet openen. En dan... Hebt u de punt die groot verschil maakt met de andere. En dan, als u daarmee uitscheet, ja, dan, dat hoeft nu niet meer, dan steekt u het stopje erop, zo blijft het een beetje ordelijk. En dan nemen we nog, ook in dezelfde categorie, fruit gevonden. Ook allemaal prachtig. Want daar was ik al lang op naar ontzoek. En mijn zoon had zo altijd voor mij een beetje in een action rondgekeken, maar niet. Maar nu vandaag, ja, ziet u, die frietjes komen er ook bij, denk ik. De hamburgers. Ja. En de salade, voilà, ja. En het andere stukje brood, ja. Je moet die fantasie daar zo een beetje in laten werken. Zie dus, dat is toch prachtig. Dat is zwart. Allee, ja, dat had ik nu al lang gewillen. Ja. Naar, ja, op zoek, ja, zo echt. Ik ging bijna alle dagen naar de action. Onder een pauze voor het te vinden. Hè. En dan hebben we nog een speciale. En dat is... Daar moet u een beetje voor zijn. Maar ja, het is een uitdaging. Ziet u? Allemaal meisjes die
Ja, fotomodellen, hè. Ziet het? Foto... coloring. Als je dat kleurt, krijg je een speciaal... En dan, ja, dan, natuurlijk. Dan krijg je een speciaal... effect. Effect, ziet u, ja. En ze zijn nog dikker dan dat ik dacht. Hm? Als je zo, voor is iets anders. Hm? En het zijn geen ordinaire foto's, maar gewone, simpele modellenfoto's. Mm-hmm. Want anders zou ik dat niet nemen. Dan zou ik daar geen geld aan geven. Maar deze is dus, ja. En dan heb ik ook nog de mooie handlettering. En dat is dus, ja, voor, ziet, een paarse, en dan met die mooie lettering, set, set. Ja, en ik, er zal wel zwart in zitten ook, want ik heb het nog niet open gedaan. Ziet u, en dan kunt u dat allemaal namaken. Je kunt daar zelfs met houtkrijtjes voor de achtergrond of voor de rest tussen te kriebelen. Hm. Dus ja, dat vond ik nu ook een tamelijk dikke boek. En je kunt erin doodelen. Hm. Deze is bijvoorbeeld een pagina om te doodelen. En hier kunt u ook... Allez, en ze geven dan de tips erbij en zo. En het is in het Vlaams. Dus in het Nederlands. Dus, ja. Allez, ik vind het een prachtig boek. Maar dat was wel iets meer dan 74, denk ik. €1,98. Ja, meneer, zie eens, kijk. En dan hebt u allemaal die voorbeeldjes en dan kunt u dat nabootsen en zo komt u daar stilletjes aan in. En dan hadden we nog van die mooie... geloof. Ja, die liggen nu juist langs de andere kant. Ja, en dan die maskertjes. Hm? Ik weet niet of dat carnaval al gepasseerd is. Ja, maar de kinderen onderin, die vinden dat wel eens leuk. Om zo... Nu had ik u toch die mooie. Ik zal ze eens eventjes nemen. Ik heb ze die. Omdat ik natuurlijk niet alles op mijn tafel kan zetten. Maar die zult u onwaarschijnlijk al tegengekomen zijn. Het waaien boven. Ja, ik heb ontzettend veel op je grief, want we gaan dat allemaal anders installeren. Met nog zo'n paar bakken. Met nog zo'n paar bakken bij te kopen. En dan hierachter heb ik nog een buffet. En dan gaan we dat er allemaal schoon in schikken. Ja, als het wat beter weer wordt. Ziet u, er zitten er altijd 2, 4, 5 in. En dat zijn dus Mandela's. Ja, nu zeg je, dat lijkt allemaal nogal sterk op één, maar dat is dus. En dat doen ze gewoonlijk in stift. In die mooie stiften van Spectrum Noir. Ziet u? En zo'n pakje, ja. Ik weet het ook weer niet van buiten. 98
cent. Ja, 98 cent. En plus dat er 5 in zitten. Mm-hmm. En dat is dus, ja, is mooi om af te geven aan een goede vriendin of vriend. Grootouders, vriend, ja. Dus ja, beste kijkers, dat was het ongeveer. Ik hoop dat u ja, een beetje genoten hebt. Dag, tot ziens.